Of... Eerst Skeletron, ja. Wacht even. Okay, even moeten we hier bovenop gaan zitten staan, of niet? Ja. Sorry voor die kleine lag. Maar ik heb ook geen vliegdingen, dus ik ben echt helemaal niet gewend. Ik ga hem sowieso verliezen, guys. Ik ga sowieso dood. Nee, wacht, ik ook het. R2D2 ding. Oh, een meteoriet. Ik schrok even. Ik dacht, als dit bloedmoon is of zo, dan was ik even bij mijn fuck. Ik kon net zeggen. Dat ik even van nee. 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 Doe maar niet. Juri, activeer jij hem? Wacht, dan bouw ik heel eventjes hier een... Oh nee, dat kan niet, hè, want ik heb... Hey guys, dit wordt dus de dood van mij. Dat jullie dat Tommy, even weten. Nee. Tommy. Wacht, ik bouw hier wel eventjes... Sowieso dat ik hier dood ga. Ja, ik waarschijnlijk ook, want ik heb eigenlijk helemaal... Niet zo ja, super ik heb, ik heb helemaal niet zo goed allemaal en zo. Nou, jawel, en je best mee, wel hoor. Valt mee. Curse. Hoeveel defense hebben jullie allemaal? Ik heb 12, dacht ik. 18. Ik 19, dus dat lukt op zich wel hoor. Oh, ik heb geen Oké, nice, daar gaan we jongens. Kut. Oh, nou en, gewoon doorgaan jongens. Oh fuck, dit gaat niet goed. Waar is mijn bow? Oh, ik kom er niet bij. Ik kom oh shit. Hier, kom hier, kom nee. Hier, nee, shit, help. Juri. Ja, we hebben hem. Pas op Tommy. Ga weg, ben je... Ja, dat weet ik, want als zijn hoofd draait, dan ben ik best wel genaaid. Dan ben ik weg. Oké, kom hier naar boven, Tommy. Probeer het. Oh fuck, alles moeilijk, joh. Oh wat, dan gaat hij van die mushrooms eten. Ja, dat is heel makkelijk. Godverdomme, ik kom er niet boven omdat die kutting maar de hele tijd hit. Hij gaat ook echt op mij alleen, hè? Nee. Kuskeletron. Oh shit, nee, ik ben fucked. Nee, ga weg. Nee, ik kan gewoon niet doen. Hoe doet hij? Oh, hij stopt het net. Niet fucked zijn, dat is niet chill. Ik weet het. Nou, eigenlijk is het wel chill, maar... Laat maar. Ah, what the fuck. Oh man. Er kijken ook nog andere mensen dan alleen wij. Oh, laat maar. Maar dat is toch chill, Tommy, ik bedoel. Ah! Dammit. Dat is wel lekker, gewoon shurikens. Voor mij werkt shurikens het beste, jongens. Ja, dat doe ik ook. Okay, ik moet 21 seconden in leven blijven, guys. Ik heb het meeste defense, dus laat hem een beetje op mij hitten. Als jullie gewoon... Je moet even weg hier. Niet met een bow of zo meteen, als jullie weer levens hebben. Ja, ik mocht gewoon een bos nadoen. Moet ik 7 seconden, dan kan ik potion innemen. Oké, ga weg met je handen. Hoppa, ik heb een potion. Oké, ik ga spikeballs doen, denk ik. Spikeballs? Nee, ja, maar die rollen alleen op de grond. Niet zo heel veel... Ik zie hem helemaal niet, het is donker. Het is donker, ja. Hij is bijna dood. Ja, ik moet nog één ding en dan kan ik weer... Oké, ik heb weer levens. Wauw, ik ben gelukkig nog niet onder 100 levens geraakt. Ja, bijna. Oh, dat gaat lukken, jongen. Dat gaat nog lukken. Dat gaat nog zo lukken. Hopelijk krijgen we een leuk item van hem. Ja, inderdaad. Af en toe dropt hij wel iets epics, maar niet altijd. Oké, kijk wat hij is. Oh, ik heb helemaal niks. Jawel, een dingen. Ik heb alleen wel het goud. Maar ik zag dat er een trophy tussen zat. Dat is fucking ja, chill. Die heb ik. Ik heb er helemaal niks op kunnen bakken. Ik heb trouwens ook een slow book of skulls. Oh wacht, schiet er eens mee, want dat is zo vet, hè. Kijk dit, Tommy. What the fuck? Dat is een magic spel. Die heeft 36. 36, magic. Kut, hey, ik vind... Oh, wow. Hadden wij niet alvast zo'n grass blade gemaakt? Nee, dat was in onze random gebeuren, Tommy. Oh, ik dacht dat we die allemaal in hadden. Oh wacht, ik... In een piggy bank, dacht ik. Hoe kom ik trouwens aan een golden coin? Of een golden... Hoe zag je dat? Een golden key, die kreeg ik net van... Oh, wat? Echt? Heb je een golden key? Nee, ik weet niet hoe ik daarin ben gekomen, maar in ieder geval... Guys, wacht, ik heb eigenlijk hout nodig. Hebben jullie hout? Nee, ik heb je al wat gegeven. Hier, ik heb helemaal dit is alles wat ik heb. Dus 18 woods. Nee, ik had je wat anders gegeven, wat weet... Oh, hebben we wel torches, ja. Tommy, of Jimmy, heb jij torches? Daarom. Ja, van die ice torches. Hoeveel? 37. Nou, oké, we kunnen, dat is wel goed. En ik heb maar 5... Zullen we eerst nog even de Eye of Cthulhu doen, of zullen we hier meteen in gaan? We kunnen beter de Eye of Cthulhu eerst doen. Oké, dan doen we eerst de Eye of Cthulhu. Oké, jongens. Die is makkelijker. Wauw, ik hit ik naar serieus 40. Dat weet ik niet, maar je hit best veel inderdaad. Ja, ik hit denk ik net een critical 40. Nou, gewoon shurikens, joh. En ook even die Crimson Rot erbij, zo. Rain, bitch. Oh, breng hem even hier, breng hem onder die wolk. Oh, hij is boos op mij, dus blijkbaar. Wauw, ik had het beter kunnen afsluiten. Oké. Oh. Why are you so angry? Oh, vuur. Nee, hij sluit me in. Oh, pas op, Jurk, pas op. Nou, hij moet de prinses weer hebben, hoor. Volgens mij is dat ook een beetje... We moeten altijd de prinses toch altijd
Door het monster. Nee, maar hij wordt bewaakt door het monster. Wat de fuck gaat hij heen? Oh nee, laat maar. Het is dag. Oh, kut. Wacht, je kan de maan niet zien. Nee, ik zat ook te denken van, oh, we hebben nog veel tijd, maar het is dag. Oh, kut. Godverdomme. Ik kan de plaatjes trouwens iets omhoog van het draaien zelf? Nee, helaas niet. Oké, we moeten nu wel bij elkaar blijven, guys. Joep. Wacht even, jongens. Ik ben eventjes alles een beetje beter in het ordenen. Ik loop gewoon door. Nou ja. Tuurlijk, dat zijn we gewend van dingen. Doei, Yuri. Iron Skin Potion, Swiftness Potion. Dat zijn de enige twee die ik heb. Dat was de enige dat ik heb, Tommy. Dus niet zeggen. Ik heb ook geen, ik heb alleen dit nog als licht. Ik heb alleen dit als licht. Ja, meer heb ik. Oh wow, die flare. Hokje? Nee, ik zag hem gewoon vet ver. Oh, die flare die in één keer, wauw. Dat was best wel ver is geschoten, toch? Oh, vu. Kijk uit, ga daar niet op staan. Oh wow, ja, ik zie het. Ik stond daar gewoon 2 seconden op of zo. Oké, jongens. Dit is dus de nieuwe dun. Ik ben meteen bijna dood. Nee, ga weg. Ik wil niet dood. Ik ben bijna dood. Wat een potverdikke. Oh, wauw. Pink! Prinses! Ik heb... Nee. Tommy. Ik pak er niks uit, jullie mogen er... Wat zit erin? Okay. Oh, Shadow Key. Oh, nice. Oh, dan hebben we eindelijk iets van torches, wacht even. Dat was zo derp eigenlijk. Weet je wel. Dat was ik doe deze candle weg, want die candles die zorgen voor dat spannen, ja, hè? Klopt. Dus, nee, dat er meer spannen, ja. Ja, inderdaad. Wat, hoeveel schaam? Dat is even niet veel. Oké, twee. En weg jij. Hé, hey, wegwezen. Waar matte je niet? Zo. Oké. Okay. Nou, Yuri, we gaan langzaam... Dan kan je ons nog inhalen. Oh, fuck. What the fuck? Oh, er zijn gewoon Angry Bones met een reskin. Ik heb een goodie bag. Oh, chill. Oké, wacht. Kom even hier naar boven en dan open hem even, want we moeten toch wachten. Kom hier in het midden staan. Goed, nee, kom even hier, Tommy. Gewoon hier. Dat is wel veilig. Oké, open hem eens, want ik ga even kijken van wat jij hebt als goodie bag. Hoe deed ik dat ook weer? Right bag. Gewoon recht. Ah, dat meen je. Ik heb rotte eieren. Oh wow. Daarmee, dan moet je gewoon, dat is ongeveer iets van kans op 40%, dat is best grote kans dat je die krijgt. Ja, maar, ik kan het zeggen. Maar hoe heet het, daarmee kan je op vriendelijke NPC's gooien, gewoon om ze te kutten. Dat gaan we daar ook wel gewoon doen. Dat is wel een fucking jongen. Ik moet even potion. Doep. Oké, hier hebben we nog een ding. Oh, de kloof. Oh, de Claudia. Ga eens kijken wat die andere mensen kunnen kopen. Ja, oké, is goed. Oh, wacht, kom je er niet? Ik ben eigenlijk gewend zo'n clown in de bottle, weet je wel. Dus ja. Dat is best wel kut als je die dan in één keer niet hebt. Pas op. Een Guy Fox Mask. Heb jij nog een golden key? Wat dan? Oh. Nee. En ik ben niet weg. Oh, kut. Oh. Tommy, ga weg. Blijf hier. Kut, sorry. Doei. Nee, gaat niet goed. Ik help je toch? Ja, maar pas op, Tommy! Oh, what the fuck? Ik zei toch, pas op. Nee, maar ik liep helemaal niet naar voren. Dus dat snapt helemaal niet, want ik liep helemaal niet. Oh, maar Tommy, dan wacht ik even op jou. Ik liep echt serieus niet. Oké, jongens. In een chest liggen heel veel toortjes, als het goed is. Ik zit al te denken, jongens. Kunnen we dan niet beter eerst iets anders gaan doen voor wat betere keer? Voordat we hier verder gaan. Oh, ik zie hier trouwens de iceplate liggen. Ja, oké, dan moet je even die andere weggooien. Doe de iceblade gewoon in de ding en dan... Huppa. Ah, hier zijn torches. Kijken nog. Waar liggen de torches dan? Oh, die heb ik nu. Wacht, ik geef je de helft. Of ik moet even slimeballs vinden of zo. En wat hout heb ik eigenlijk ook wel nodig. Nee, beter koop je gewoon die torches van die dingen. Oké, ik heb iets raars gevonden. Oh, de painter. Ik heb niet zoveel geld meer, hè. Wacht even, ik heb iets raars gevonden en ik ga trouwens terug. Een bladed glow, what the fuck is dat? Nee! Hou je pek. Oh, fuck! Die wil ik hebben. Jezus! Die is fucking OP, die gaat super snel. Jezus, dat ding is inderdaad OP, joh. Godverdomme. Ik had het expres niet tegen jou gezegd dat ding bestaat. Expres niet, want ik had eigenlijk gehoord dat ik hem kreeg. Wauw, what the fuck, jongen. Ha! Weet je wel, maar dammit. Wauw. Ik had toch gezegd dat ik zo'n snelle wapen had, laatst. Ja, maar ik ken het al, Tommy. Ik had zo'n snelle wapen had gevonden. Ik ga dood door poison, dus ik kom zo terug. Bingo. Oh, waar, dan komt er weer een wapen. Oké, wat gaan we hier doen? Ik had tegen jou gezegd, ik heb zo'n snelle wapen gevonden. Ja, maar toen wist ik al dat je het daarover had. Ik kende het al, Tommy.
fucking pro is dat. Dat ding is fucking OP dit, what the fuck. Hier, Yuri, kijk eens. Hij doet 12 melee damage en hij hit dit. Wat? Dit past ook eigenlijk wel goed bij. Dit past ook wel bij een wolf. You can't touch me. Oké, maar Tommy, gooi eens wat eieren op die ding. Gooi eens wat eieren. We moeten eigenlijk wat meer gaan caven. Ja, en dan die goblin. Die goblin. Die goblin moeten we zoeken. Ja, ook die goblin, maar we moeten even allemaal een hoe heet dat? Zo'n clown in de bottle of zoiets vinden. Oh ja, goed. Hey, maar Yuri, kan je nog niet... Yuri. Fuck jullie. Kan niet, hè. Oké, wat verkoop jij? Wat, Yuri? Ah, dat is veel te duur. Thank, wauw. Yuri, kan je dan even dat trophy hier ergens op de muur plakken? Oh nee, heb je al gedaan. Heb ik al gedaan. Ja, dood. Ah, waarom gaat hij niet dood? Hey, nice. Doe normaal. I protect him. Hey, ik weet iets leuks, jongens. Ik weet iets leuks. Kijk eens. Nu krijgen we meer monsters. Wat? Oh, dat zijn die kaarsen. Oké. Maakt er niet uit, joh. Eigenlijk is het een beetje tegenstrijdig. Oké, maar wat gaan we doen? Gaan we dus verder de grond in op zoek naar die goblin? Ik denk dat we dat wel moeten doen. Ja, oké, is goed. Maar dat maakt toch niet uit, want en, zo super sliced ook niet. Shine potion, wie wil er invisibility potion? Een van jullie. Ik wil eigenlijk ook wel een shine potion. Ja, dat was de enige die ik had. Die heb ik net gevonden. Ik heb hier nog eentje. Ik hoef jou niet, jou hoef ik niet. Hebben we nog spellunkers? Misschien wel, in de kist volgens mij. Wacht even. Ja, nog twee. Neem die ropes mee. Hoe de fuck kan jij in dezelfde kist als mij? Nee, hier beneden. Oh, daar heb ik er ook nog twee. Oh, wow, chill. Neem die ropes mee. Gebruik die dan wel één voor één, oké? Ja, tuurlijk. En pas als we wat dieper zijn. Oh, wacht. Wie had ook weer die living wood dingen? Mag ik even die wand? Dan kan ik ze even apart in de kist zetten. Ik weet niet wie die had. Oh, hier. Ja, oké. Waar zijn die ropes? Oké, ik heb eigenlijk geen geld, guys. Ik heb echt geen geld, dus ik kan ook geen toortjes kopen. Okay. Oh, ik heb nog wel... Hier, ik heb wel 87 slimeballs. Ik had je toch nog 50 dingen gegeven? Dan heb je even één gold coin, dan ga je... Kijk die bunny. Ja, ik weet het, maar je weet het toch. Oké, goed. Maar dus, we hebben dus nog een touw. die tissue sample zet ik maar even weg. Lopen. Inderdaad, gewoon even... even kijken. Belunker, lekker veel wapens, een fucking OP bladed cloof. Wait, what the fuck? Wat? Met die pumpkins kan je allemaal deuren en planten maken en chairs en zo. Ja, klopt. Inderdaad. En ook gewoon armor, hè? Ook al zijn je niet zo super. Ja, inderdaad. Goed. Kom, we gaan even caven, guys. Ja, jongens, ga caven. Daar wil ik sowieso nog een kamer van maken. Een pumpkin room, ja, dat kunnen we doen. Maar hoe heet het? Omdat het nu Halloween is, groeien die pumpkins gewoon rennen. Maar, ja. Oh fuck. Wauw, ik kreeg een leg spike en dan ging ik dood. Maar in ieder geval... Ik heb, hoeveel gold coins had ik opgepakt? Eén, eentje. Ja, maar het maakt niet uit. Eigenlijk moeten we gewoon alles op één chest dumpen. Want... Okay. Eigenlijk maar weet je wat ik dus over had? Als straks dus Halloween weg is, dan spannen er geen pumpkins meer rennen in de wereld. Maar die kan je nog steeds groeien door seeds te kopen van... hoe heet het? Van de Dryad. Van die groene chick. Komen jullie hier? Of gaan we? We gaan verder. Oh, ik dacht gewoon echt caven, maar. Nou, ik weet niet. In principe kunnen we ook gewoon caven, jongens. Want hoe heet het? Als we eenmaal die teleporters hebben. Dat is wel endgame, maar als we die eenmaal hebben, dan kunnen we ook in één keer naar. Nou, ik weet niet eigenlijk. Ik kom gewoon even caven. Even wat dingen zoeken. We doen het gewoon een keer offscreen. Gaan we wel verder. Op chests en zo, snap je? Offscreen gaan we wel verder naar mee. Oh, platinum. Nee. Succes jongens, ik doe het voor de team. Hashtag team spirit. Dat dacht ik al. Kingo die gaat niet voor zich eigen. Nee, Kingo die gaat altijd voor het team. Hey, dit is van mij, dit heb ik geclaimd. Wat? Die biome of wat? Ja. Dude, die zag ik ook al, dat is niet erg. Welke? Wat bedoel je? Oh! Die zag je niet op wacht. Excuse me, princess. Oké, dan pak ik dit wel even gewoon. Ja, kunnen jullie... Wacht, pak ook eventjes naar de Crimson Ore daaronder, zeg maar, want het gloeit er een beetje. Oh, fuck, goed. Ja, jij wilt die chest natuurlijk looten, hè? Ik vind dat ik chest, man. Ik zie nog geen chest, ik zie nog ineens een chest, hoor. Nee, ook niet, maar er zitten heel vaak wel chests. Ja, klopt, er zitten heel vaak chests. Soms meestal wel, inderdaad, maar... Ik kan gewoon bij Yuri, anders is het veel te lang. Ah, nee. Het is mijn chest. Het is mijn chest. Help jou gewoon, ik zie nog niet eens een chest, dus wat praat jij? Nee, ik wil niet chest, ook al zit er waarschijnlijk geen. Ah, go! Oh, wauw.
What the fuck is dit voor een ding? Huh? Wie, wat helder jij? Oh, een skeleton? Maar wat voor pak heeft die man? Tien? Dat is een astronaut. Oh ja, nu iets zegt. Fucking wow. Chill. What the fuck? Waarom kan ik niet normaal springen? Godverdomme toetsenbord. Da. Ik kan een nieuw toetsenbord. Ik zweer het. Ik kan niet eens springen. Wauw, Tommy. Silk. Doe het niet. Nee. Ah, oh, kom op. Sorry, joh. Hey, kom, we gaan hier even naar beneden. Er ligt toch allemaal zilver en zo. Dus. Oh, ja. Oh, ik ging helemaal naar boven voor niks. Wauw. Oh, Arden. Oh shit, oh shit. Oh, ik heb de goblin. Oh, nice. Ja, geef je deze dingen. Oké. Okay. Goblin. Hallo, hoe heet die? Ik weet niet hoe ze die heet. Reforge. Oké, okay, ik ga meteen even mijn blade reforge. Oh, nee. Oh, dan pak ik dat ding hieronder. Nou, maar dat is 2. Oh, wauw, chill. Wacht, hoeveel levens hebben jullie? Ik heb er 220 en Yuri. En ik heb weer 8. Levens. 200. Ik heb er ook 200. Ja, dan wordt ze. Ja, oké, okay, dan mag Tommy wel. Tommy is gevonden, dus dan is het weer Tommy. Jihie! Ja, maar Timmy mag wel, Tommy. Toch Donald? Best kop. Waarom zijn er Donald? Donald. Dat verstond ik. Wat zei dat? Weet je er ook van die docent bij mij, in de klas die de hele tijd me 5 namen noemt? Nee. Nee, ik heb tegen Yuri, want nee. Ik weet niet of ik het al tegen hem heb verteld. Nou, in ieder geval, er zit serieus bij mij, en ik heb het met een serieuze docent, en die... Ene keer noemt hij me Dylan, dan noemt hij me Duncan, dan noemt hij me Dylan. Wauw. En hij was een keer zo in de war, dat hij zelfs een keer op een toets heeft gereageerd met alleen maar een hoofdletter D. Omdat hij niet wist hoe ik heette. What the fuck? Hij kon het gewoon checken, hè? Hij zou het gewoon hebben kunnen checken, gewoon hoe ik heette. Maar nee, hij heeft serieus gewoon op een toets geschreven, zo... Die is voor mij. Van, die is voor mij. Ja, van dit en dit, D. Ze dacht van D, kom op. Het is zo moeilijk. Wauw, ik heb trouwens een cross grave marker. Tommy, ik heb van de week een toets van hem. En dan ga ik serieus op mijn toets ga ik gewoon schrijven Duncan of zo. En waarschijnlijk weet je toch nog wie het is. Dat moet je doen. Ik ga dat serieus doen. Ja, maar het is wel zo iemand waarbij je dat kan flikken. Dus het is best een chill docent, maar hij vergeet dat echt zo vaak. Oh wauw, er zit hier in. Ja. Oké, okay, heeft iemand glowsticks of. Oh ja, flares ook goed. Nou, ik kan het zeggen. Oké, okay, nou. Wat praat je nou? Ah nee, mijn flares zijn op. Oh. Hey, wat zit er achter ons aan? Wat is dat? Het is als een pak. Ik weet wat het was, maar... Mijn flares zijn op, guys. Leuk. Voel ik mijn eigen flareloos. Flareloos. Oké. Wauw. En dat is erg hoor, flareloos. Yuri, stop even, Yuri. Voordat je alle water naar daar plaatst. Want anders moet ik steeds verder graven als jij verder gaat. Oh, en wat zit daar? Is dit... Platinum, ja, platinum. Ja, platinum, nice. Dat is best wel veel. Huh? Oh, nice, ja. Oké. Okay. Volgens mij krijg ik een beetje alles. Beetje alles, jij krijgt ook een klein beetje. Ik heb trouwens mijn cursor veranderd van rood naar blauw. Oeh, sexy. Oh. Hey. What the fuck is dat? Astronaut! Dropt ze iets? Nee, fucking laat reactie heb ik nog een keer. Nee, hij dropte niks. Oh, nog die is voor mij, dit keer. Ja, je hebt tot 220. Jij hebt 220. Oh, ik heb ook 220. Ja, jullie hebben nu allemaal 220. Ik Silk. Ja, ik weet het, Silk, jongens. Hey. Wauw, volgens mij ging dat ding ook echt gewoon dood door het Silk dat viel. Dat weet ik niet. Nee, volgens mij was het dat de groene pickaxe. Oh, water. Nee, I don't wanna fuck with water. I love water. Wat is dat nou weer voor statue? Dat is een Reaper statue. Wat zei je? Wat dropte dat? Wat dropte wat? Huh? Dat lijkt net zo'n soort van long of zo, ik veel. Een long? Oh nee, wacht. Dat is een hartje. In de... Nee, dat is geen jungle, dit is gewoon mos. Sorry hoor. Dat lijkt er wel op, hè. Dus denk van, holy shit, zijn we nu eens in de jungle. Ja, ik dacht ook. Het hoorde aan het muziek. Zijn we nu al zo ver? Niet zo. Gaan we... Oké, okay, dit kan ook. Mooi, Tommy. Echt even terugkomen in Terraria stemming, ja, guys. We wachten even wat verderop zijn nog, anders dan komen we zo weer water tegen. Ik ga onder. Oké, okay. Ik doe links of rechts, ik doe rechts van. Jongens, go. Ja, wacht, Yuri doet midden.